Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe Let's Play. Ik ben heel lang niet meer ingelogd. Dus ik ga nu weer opnemen. En ik ga even kijken wat het nieuws was, want ik heb er echt heel lang niet meer op gezeten. Even kijken hoor. Moment. Nou, in het schakel even. Ik weet in ieder geval dat er nieuwe missies zijn. Dit allemaal. En ik wilde laatst ook al naar 10 gaan, maar toen moest ik gaan. Toen nam ik ook op, maar het kon ik niet. En oh my god, mijn paard is heel sloom. Hier zijn ook weer missies. Oh my god, ik ben echt niet lang meer online geweest. Maar ja, geeft niet. En ik ga eventjes kijken. Star Stable. Mijn lab is gemaakt. En even kijken, Star Stable en dan nieuws. Ik weet wel dat het Star Stable een nieuw logo heeft, want dat is al best lang zo. Even kijken, niet zomaar een feestje, maar een Popcat feestje. De Star Stable update van deze week zal op donderdag plaatsvinden in plaats van vandaag. Welkom bij de spannende update van deze week. Een te gek Popcat verjaardagsfeest. In de update van deze week speelt Marlette opnieuw een belangrijke rol. Samen met Loretta ga jij een verjaardagsfeestje voor Ten regelen. Geheel in Popcat-stijl. Samen met andere meiden mag jij mensen uitnodigen voor het grote feest. Versiering ophangen en na het feest ben je verantwoordelijk voor de grote schoonmaak. Om te beginnen praat je eerst met Ten. Een geheel nieuwe Popcat-winkel. Een geheel nieuwe race, paardenmarkt. En vorige week was Dual Star Coins weekend. En dat jaar. Vorige week was een nieuwe race in. Die heb ik al. Dat was een nieuwe race in Jovik. Die moet ik ook nog steeds doen. En weet ik veel. Ja, race, Jovik. Dat kon ik nog steeds doen. Oh my gosh. Fizzle high. Oh. Oh my god. Hoe vond ik het nou? 516. Ik ben er 2 weken niet op geweest. Zoiets. Ja, alleen heel eventjes voor, wacht, ik moet die winkel zien. Eeuw, wacht even. Andere, oh. Zo. Eeuw. Ik vind het niet heel mooi. Ik vind het een beetje lelijk. Oké, ik ga nu even de missie doen.
Spookverhaal van Loretta. Hey Denise, ik moest jou nog iets vragen. Heeft Loretta jou verteld over een spook dat er een vaasje aanricht op de Vlaamse boerderij? Inderdaad, die boerderij die in Nomers Hooglet ligt. Daar wist je al van? Ook. Misschien heeft ze nog geen tijd gehad om met jou te praten. De reden dat ik erover begin is omdat Loretta en ik eerder over spooken gesproken hebben. Hierbij bedoel ik natuurlijk niet zeggen dat ik geloof dat spoken bestaan, want wie gelooft er nu in spoken? Een 5-jarige kind misschien. Loretta heeft mij verteld dat zij haar warme paardrijhandschoen heeft verloren op de boerderij. Ik had haar beloofd om ze terug te krijgen wanneer ik dus... Want ik geloof niet in spoken. Maar eigenlijk is dat gekkenwerk. Waarom zou helemaal daarheen rijden omdat zij in spoken gelooft? Jij lijkt je te vervelen. Zou je misschien een kijkje willen gaan nemen? Ik hoor het wel als je een spook hebt gezien. Oké. Nou, dan gaan we dat even doen. Oh, mijn paardje sloom. Nog steeds level 10. Je kan wel zien dat ik er even niet op heb gezeten, hè? Ik kan ook geen stalhulp. Nou, ik vind hem nog best wel snel. Ik ga niet meedoen aan Jarlheim. Hop. Hierin zeker? Oh, toch niet. Daar misschien. Please. Q&A. I have the Q&A. 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 Misschien kun je het best toch rijden en met Tam gaan praten. Heb ik nu handschoenen? Oh. Wil ze zien. Oh. Ah. Boom, chap. Zo. Oh my god, een nieuwe binnendoorweg. Oh. Nou, ik ben heel trots op mezelf. Vind ik niet origineel? Woep, woep. Woep. Wow, ik heb hier echt lang niet meer opgezeten. I love it. Loretta of... Oh my god, waar is Loretta? Oh my god, Loretta is weg. Voetzie. Wacht even, zijn dat de handschoenen? Loretta, jij hebt ze dus bij de boerderij gevonden. Zij heeft dus de waarheid verteld. Huh? Excuses, ik dacht even hard op. Erg gezegd weet ik niet meer wat ik moet geloven. Loretta vertelde dat ze de handschoenen hier had verloren en bevlucht was voor een spook. Ergens dacht ik dat zij ons alleen aan het schrikken wilde maken. Natuurlijk zou ik daar niet intrappen, duh. Ik vind het alleen maar verdacht. Vertel het niet door... Maar Loretta gedraagt zich de laatste tijd nogal vreemd. Ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen, maar ze was gewoon niet zichzelf. Bijvoorbeeld dat hele verhaal over een spook en dat zij niet mee wilde naar Jovic City gisteren. Loretta is onderweg, kun jij niet achtervolgen? Geweldig, ik wist het. Oh. Onopgemerkt, oké, daar ben ik de beste in. Woep, woep, woep. Als ik langzaam ga rijden. Oh. Het is toch niet opvallend als ik gewoon langzaam rijd? Of niet dan? Zo. Oh nee, moet ik haar weer zien lopen. Oh. Kijk, daar sta ik. Daar. Kijk goed naar de muis. Zo. Jo. Je moet er zo'n spannend muziekje onder doen. Ik hoor geen geluid. Woep, woep. Ho, 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 ho.
opvolger onopgemerkt. Als ik onopgemerkt moet blijven, dan moet ik... En daar ergens gaan wachten. Oh. Oh. Nee. Mijn beeld zit vast. Ah, goed. Nee. Nee, ik zat vast. Dat is oneerlijk. Mijn beeld stond vast. Ah. Oh. Opnieuw. Ik had daar nog in het oog. Wat is dit? Oh. Normaal lukte dit altijd bij mij dan. Oh, Jezus. Kom op, man. Yes. Dat vond ik echt lullig. Star Stable loopt vast. Ik sta op het punt om het aan te verliezen. Ik zag haar nog gewoon. Ik vind Zen knapper geworden. Heel veel vinden haar lelijker geworden, maar ik vind haar knapper geworden. Kijk, daar sta ik. Daar. Jongen. Ik zal het gaan doen. Oh. Wie is daar op me? Ah, shit, zijn het onder. Helemaal niet. Oh god. Ik echt lullig, maar vastloping hero, doei. I'll be all time. Het zand. Oh. My god. Oh, ik dacht dat ze... Oh. Je hebt met tang gepraat of niet? Bekennen maar dan niet. Ha. Wist wel, serieus. Hij mag niets tegen de tang zeggen hoor. Ik kan het je alleen vertellen als je beloofd niet hoeft te. Bedankt. Thans ben ik wat jagen. En als haar beste vriendin voelt mij verantwoordelijkheid om een verrassingsfeest te organiseren. Ik ben een paar dagen geleden op het idee gekomen toen ik een spannende film aan het kijken was. Ik vond de film heel eng, maar dan leek hem alleen maar grappig te vinden. Daarom leek mij het wel een goed idee om haar ook een beetje voor de gek te houden. Je mag het wraak noemen, maar wel wraak op een leuke manier. Volgens mij dan. Ik heb geprobeerd om haar voor de gek te houden. Door te zeggen dat het daar spookt. Aha, dus zij heeft het jou verteld. Dus zij gelooft het echt. Zij gelooft het nog niet helemaal. Zij moet nog iets meer overtuigd worden. Ik had bedacht om het een beetje te decoreren, zodat het meer spookachtig lijkt. Als het klaar is, zal het makkelijk zijn om het dan voor de gek te houden. Laat haar doen geloven dat het daar spookt en dan mag het feest beginnen. Ik denk dat het cool kan worden. Wat denk jij? Dus, wil je me helpen of niet? Ja. Jij wilt helpen, dat is helemaal geweldig. Dit was het mooiste feestje ooit. Heel erg lief van jou om mee te helpen. Ik heb al zoveel ingekocht voor het feest dat ik bijna klaar ben. Het enige wat nog ontbreekt is een spook dat Donald de klaarmaker. Ik had liever iets via het internet besteld. Dat voelt toch een stuk veiliger. Maar ik heb het juist gehoord hoe goed hij is. En als hij het zegt, moet het wel waar zijn. Donald heeft mij beloofd om het pakket te versturen als het klaar is, maar ik heb toch niets ontvangen tot op heden. Ik hoop niet dat het pakketje ergens onderweg vast komt te zitten. Kun je dan zilverkleed doorbreiden en dergelijk vragen of hij het pakketjes
heeft, dan hoef ik namelijk niet op de post te wachten. Helemaal geweldig. Mooi. Doei. All the time. En mijn baardje is zo. All the time. Oké. Druk. Ah. Hop. Wee. Volgende al in paniek te raken. Wat gelukt dat je lekker van. Neem aan dat je je bed om de bestemming van Loretta op te halen. Dat is een heel gedoe geweest. Dat was zorg te laat. En daarna had hij ongeluk op de weg. Hij had een lekker band gekregen, waardoor lading op de weg was gevallen. Hij wilde mij beloofd om dit niet zijn hart te vertellen. Maar ik ging zorgen. Ze ging gewoon nog vallen in die snoepzoog. Moest wel de vrachtwagen gewoon naar de werkplaats brengen. De stof van de bestemming voor Loretta ligt waarschijnlijk nog ergens langs de kant van de weg. Ik had graag alle pakketjes verzamelen, maar ik kan helaas niet. Het postkantoor niet onbemand achter het in. Een paar dingen heb ik kunnen opruimen, maar niet alles. Zou je kunnen helpen? Zou je kunnen helpen? Haal het pakket op. Oké. Zo lief ben ik wel. Mahaha. Oh, het pakketje is goed Nederlands. There. Oh, daar. En nog eentje daar, zo. Het rijden ben ik niet verleerd. Mwahaha. Ik ben een gastiker. Wee. Goed bezig. Money was fast. Definitely yellow star. Money was fast. Heel erg bedankt, Denise. Nu kan ik weer opgelost ademhalen. Wacht even, ik moet alleen nog. Wat? Daar gaan we dan. Ugh. Ik wil de Let's Play niet afsluiten voordat deze missie klaar is. Missie. Ik heb gezien. Praat met de hoofdsmid. Nee, niet voor jou. Maar wel voor mijzelf. Dus ik ga het doen. Ik wil level 18 zijn. Ik weet niet of je dat al kan, maar dat boeit me niet. Hoofdsmid. Ik ben een beetje moe, dus ik klink heel erg raar. En ik weet niet, mijn neus zit dicht. En ik heb heel pijn. Ik heb soms een beetje hoofdpijn, dus ik ben bang dat ik binnenkort ziek word, maar ik weet niet. Ik klink ook heel schor en verkouden tegelijk. Dus ik weet niet of dat goed is. Hoofdsmid. I am here. Natuurlijk kan ik pijn aan maken. Hout. Altijd moet je hout halen. Ik vind het zulke saaie missies. Ja, dat wilde ik dus altijd doen. Missies. Ik heb nog een zin.
ik op mijn zinnen. My freaking. Oh my freaking god. Bedankt voor het verzamelen van. Oké. Nu ben ik er klaar voor. Dus. Jesus. Samen donker. Van. Ik ga zo meteen rijden met Willow Brave Dotter. En misschien ga ik dat wel filmen. Maar dat komt dan in een volgende Let's Play. Als jullie het niet erg vinden. Holy crap. Dat komt dan in een andere Let's Play. Een nieuwe Let's Play. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe Let's Play. Vandaag zijn er weer nieuwe missies. En ja, ik ga ze nu doen. Ze zijn in Moorlands en in Jorvikstal. Nee, Bedok Eiland dingen dus. En ja, daar gaan we heen. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit was mijn video. En tot de volgende keer. Wow. Dat doe ik altijd. Dat zeg ik dus altijd. Wacht. Oké. Okay. Helemaal. Welkom bij de Let's Play. Vandaag zijn er missies in Moorlands. Ben ik nu aan het doen. En dat is heel gezellig. En zometeen ga ik rijden met Willow Brave Dotter. En ja. Oké. Okay. Pauze. Verder. Einde. Dit was mijn Let's Play. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot volgende keer. Ja. Dat is dus mijn ding.